Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvaart doen. En ik wil beginnen met de tea leaves. De dagvibe. Kijk eens, hij valt al. Dat is heel duidelijk. Heel duidelijk. Er komt een positieve verandering. Oh, wat heerlijk om die boodschap te kunnen geven. Oh, hij gaat heel snel. Ik wil er nog eentje. Ik wil nog één kaart voor de dagvibe. Kijk eens. Alles op tafel. Alles meteen op tafel. Wat is er voor de dagvibe? Zijn er te veel? Probeer een reading niet passend te maken. Er zijn altijd stukjes waarvan je intuïtief weet, hé, dit is voor mij bedoeld. En dit niet. En dat laat je dan lekker liggen. Kijk eens hoe deze hebben. Ik wil er nog twee. Mocht je nog geen abonnee zijn, druk op de bel. Kijk eens, deze wil ik ook. En dan wil ik als laatste eventjes de kaarten goed doen, want die liggen allemaal op z'n kop erin. Als laatste wil ik nog een hidden truth. Oké, die leg ik even weg, want ik wil hiermee beginnen. Lieve tekens voor wie deze dagvibe bedoeld is. Er komt een verandering aan, een positieve verandering. Een verandering in positieve zin. En het kan zijn dat je daar al heel lang op zit te wachten, omdat je denkt, wanneer krijg ik nou wat leuks? Of wanneer word ik nou beloond? Of wanneer word ik nou gewaardeerd? Of wanneer komt mij iets toe? Misschien wel een financiële bonus of een oppepper. Het kan van alles zijn. Het kan materie zijn, maar het kan ook een waardering zijn. Een mentale waardering. Er komt een positieve draai. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Een positieve draai. En er is iemand die aan jou denkt. Iemand op afstand. En dat kan ook iemand zijn die heel dicht bij jou woont. Of is. Maar die je niet spreekt. Iemand waar je misschien ook even niet mee praat. Dat is wat ik voel in deze energie van nu, van deze dagvibe. Iemand waarmee je normaal gesproken contact hebt, maar het staat op een lauw pitje. Er is iemand die aan je denkt. Dus schuif het niet te snel van tafel als je met iemand niet meer spreekt. Dat je daar in allerlei negatieve gedachtes verwikkeld raakt of dat je jezelf daarbij naar beneden haalt. Nee, er is iemand die aan jou denkt. Maar het kan ook iemand zijn die letterlijk ver weg is. Hè, ver weg woont, misschien wel overzees. Ik ben zo benieuwd. Het zijn allemaal beesten. Hoe kan het toch, hè? Work, achievement, succes. Er is succes, er is een positieve verandering. Wie is er bezig met een baan waarvan je denkt van, hé, ik wil daar eigenlijk uit. Ik heb er geen zin in. Ik heb het gevoel dat ik niet met mijn collega's helemaal op één lijn zit. Ik heb het gevoel dat ik niet gewaardeerd word. Dat ik moet uit gaan vliegen. Letterlijk uit gaan vliegen. Een vlinder. Het is ongelooflijk. Ik denk dat er hier iemand is die ook zelf uit een cocon gaat komen, omdat je grens is bereikt. Je hebt er zelf een bijdrage. Je gaat er zelf een bijdrage aan leveren om die positieve verandering te creëren. Wauw. Er is hier iemand die te maken heeft met een bezitterigheid. Bezitterigheid, jaloezie. Iemand waarbij er een obsessie. Bijna het woord obsessie, ik hou er niet van, maar er is hier iemand die bijna neigt naar obsessie. Het lijkt wel alsof je hoofd vol zit over iemand.
En dat zou heel goed diegene kunnen zijn die aan jou denkt en waarmee je geen contact hebt. Ik voel geen contact. Ik zal heel even het geluid uitzetten hier. Ja. Ik voel dat er iemand is die aan je denkt, maar waar op dit moment geen contact mee is. Er is bezitterigheid. Kan heel goed gaan over een situatie waarbij er verlating en bindingsangst speelt. Codependency, aantrekken, afstoten, kat-en-muisspel. En dat je denkt van ik heb het verpest of diegene wil me niet. Het is niet zo. En deze kaart die geeft het ook zo mooi aan. Finding out the truth crushed me. Er is hier iemand die te maken heeft met iets wat je overweldigt. Ik denk dat het te maken heeft met deze kaart. Het is heel duidelijk. En voor mijn gevoel gaat het veel meer om iemand die fysiek wel in de buurt is, maar waarbij een enorme afstand gecreëerd is in het contact. Ja, dat is wat ik hier zie. Ik denk dat er een onthulling is, dat er iemand ontdekt dat er een ander zo ongelooflijk eigenlijk jou wil claimen. Iemand die doorheeft wat je allemaal doet. Iemand die, er is sprake van een onthulling. Er is sprake van een onthulling. Het kan zijn dat er iemand hier afstand heeft genomen omdat je te dichtbij komt. Iemand die nu weet van, oh, maar diegene die zit eigenlijk zo boven op mijn lip en die rent daarvoor weg. En dat hoeft niet te zijn omdat diegene jou niet wil. Ik gaf het al eerder aan. Denk er niet te negatief over als je kijkt naar jezelf. Het kan een runner zijn, het kan een tweelingzielgevoel zijn, het kan iemand zijn die denkt, oh je komt te dichtbij. Er is hier iemand die overweldigd wordt als die de waarheid weet. En dat heeft te maken met deze kaart. Er is hier iets obsessiefs. Maar dat doet geen afbreuk aan het gevoel wat diegene voor je heeft. Dat is zo duidelijk, er komt echt een... Ja, er komt iets moois, er komt iets. Kijk nou eens, er is hier een soulmate. Althans, iemand waarvan jij dacht dat het een soulmate was en die is het niet. Dit kan een losse kaart zijn. Dit kan iemand zijn, iemand anders. Er zijn hier veel mensen. Ik heb het gevoel dat je afstand mag gaan nemen. En eens even loslaten en kijken wat er op jou afkomt. Wie denkt er aan jou? Wie mag uit zichzelf naar jou toekomen in plaats van dat jij vanuit je obsessie voor iemand weer een ik wou bijna zeggen, een duit in het zakje doet. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Je krijgt een advies. Ja, ik kan zeggen een negatief advies van een dierbare, van een vriend. Maar ik zou het niet negatief willen noemen. Ik zou het positief willen noemen. Maar jij ziet het negatief omdat je het niet wil horen. Dit kan heel goed ook te maken hebben met die soulmate. Iemand die jou de schellen van de ogen laat vallen. Er is hier iets wat onthuld wordt. Ik voel een onthulling. En deze, een leeg bureau. Er is een leeg bureau. Ja. Er staat letterlijk pay attention to your work. Misschien dat je het een beetje laat versloffen. Ik gaf het net ook al aan, hè? Er is wel succes. Maar op een of andere manier staat je hoofd er niet naar. Ik denk dat je hoofd in beslag wordt genomen door iemand die op afstand zit. Misschien is het wel een buurman of een buurvrouw. Iemand die mijlenver van je verwijderd is, mentaal en emotioneel. Iemand die ook doet alsof je er niet bent. Maar ondertussen wordt er enorm aan je gedacht. Maar je weet het niet. Er is hier iemand die de waarheid achterhaalt. Iemand die overweldigd wordt door een opmerking. Ik denk dat het een gezamenlijke kennis is. Een familielid of iemand die weet van de situatie. En het...
Het klinkt een beetje cryptisch, maar het is wel wat ik hier zie liggen. Er komt een positieve verandering. De onthulling verfrist, lucht op. Je kan daar iets mee. En ik weet niet wie wie is in dit verhaal. Ik weet het niet. Ik ga naar de magische wegwijzer. Die wil ik erbij halen. Er is hier een onthulling. Ik denk dat je je... Kijk eens. Ja, het zijn er twee. Ik doe het wel, want ze moeten zo duidelijk samen zijn. Ben je in de 30? Ben je naar de 40 aan het gaan? Opvoeding, schoonmaken, schoonmaken. Er is hier iets met een onthulling. Je kunt daarna weer verder. Ik heb het gevoel dat er hier iemand is die ook met handen in het haar zit. Omdat je verstrikt zit in een gedachte. Maar er komt een onthulling. En of die nou positief of negatief is, je gaat het begrijpen. Het heeft te maken met een obsessie. Het kan zijn dat iemand niet bij je in de buurt wil zijn, omdat diegene eigenlijk een... Ah, het wordt hem te heet onder de voeten, een man of een vrouw. Maar het kan ook, en dan met, daar bedoel ik mee, te dichtbij, te dichtbij. Maar jij kent de waarheid nog niet. Je weet niet waarom, je weet niet waarom. Er komt hier een onthulling. Ik ga kijken wat dit betekent. Opvoeding. Opvoeding. Het leven is vol lessen. Wees bereid om te leren. Nou, dit is absoluut een les. Wijsheid krijg je door deel te nemen aan het leven. Niet door alleen maar over te lezen. Deze kaart geeft aan dat je misschien niet precies weet wat je zoekt, welke kant je op moet, wat de omstandigheden zijn of wat de aard van je vraag is. Je krijgt belangrijke informatie. Ja, er wordt iets onthuld. Het kan zijn dat iemand met de billen bloot gaat. Maar je hebt het zelf zo in je hoofd anders gemaakt dat je dit scenario niet had kunnen bedenken. Het wordt duidelijk voor je. Het is nu tijd om naar school te gaan. Vraag iemand die misschien meer weet dan jij. Heeft te maken met een gemeenschappelijke kennis of vriend of vriendin. Soms geeft het leven je een onbekende les. En je mag leren door ondervinding. Het is nu tijd om bereid te zijn om te leren. Open om je vooringenomenheid te veranderen. Wees een leerling en wees bereid om de krachtigste van alle mantra's uit te spreken. Ik weet het nog niet. Dat is letterlijk wat er hier staat. En ik wil die anderen ook eens weten. Schoonmaken. Je wordt vanzelf schoongemaakt door groei. Je gaat opruimen in jezelf. Want het is ook letterlijk zo, hè? Je hoeft zometeen niet meer met je handen in het haar te zitten. Wat de uitkomst ook is. Het is tijd om de rommel op te ruimen en ruimte te maken voor betere dingen. Ik denk dat er hier een teken is die hier al langer mee bezig is of langer in zit. Je laat je werk een beetje versloffen omdat je hoofd wordt in beslag genomen door iets waar je de vinger niet op kan leggen. Wanneer je deze kaart trekt bij een reading, is het tijd om de rommel in je leven op te ruimen. Ontdoe je van de dingen die je niet langer in je huis wilt en laat los wat je niet wilt of echt nodig hebt. Zijn er bepaalde onopgeloste zaken waar je aandacht aan moet besteden? Liefteken voor wie dit bedoeld is. Ongelooflijk toch? Gedachten, herinneringen, emotionele bagage mogen ook uit je huis worden geveegd. Je bewustzijn mag helder zijn om zich ongehinderd in de wereld te kunnen bewegen. Vier een voorjaarsschoonmaak en voel de vrijheid terwijl je ruimte maakt voor betere dingen. Kijk naar wat je niet weg hebt willen doen en wees eerlijk over de waarde hiervan. Wees eerlijk, maak je huis schoon. En hier letterlijk het huis, maar natuurlijk gaat het hier ook over je eigen huis. Het thuis zijn in jezelf, mentale schoonmaak. Ik denk dat er hier een teken is dat ik voel opluchting. Hoe zwaar misschien
het antwoord ook zal zijn, maar je krijgt iets te horen of je gaat iemand anders iets vertellen. Er zit een vice versa verhaal hier. Er komt iets op tafel wat verrassend is. Het is een scenario wat je niet hebt kunnen bedenken. Maar er zitten meer verrassingen en verrassingen tussen aanhalingstekens. Want ook hier ligt een soulmate die niet jouw soulmate is. Je valt van de ene in de andere verbazing, maar je kan het meenemen in je schoonmaak. Het is echt ongelooflijk wat hier ligt. Ah, nou, lieve tekens. Het is echt, ik wil nog één kaart erbij doen als afsluiting. Omdat ik toch benieuwd ben, ook al is het eigenlijk al een voltooide dag vibe. Ik wil nog één kaart erbij. Vruchtbaarheid, het is toch ongelooflijk. Je hebt hier opvoeding, je hebt hier vruchtbaarheid. Ik vind die twee dingen toch bij elkaar horen. Op een of andere manier, ik weet niet waarom. Het heeft te maken met flexibiliteit. Het heeft te maken met lenig zijn voor jezelf. Mentaal lenig zijn. Ik voel hier ook iemand die een beetje in een tunnelvisie zit. En dat heeft te maken met je hebt het zo bedacht voor jezelf dat er eigenlijk ook geen ander scenario mogelijk is. Maar er is hier een ander scenario, wat ik al zei. Vruchtbaarheid. Ik zal het eventjes in het kort laten weten. Deze kaart vertelt je dat dit een hele vruchtbare tijd voor je is. Dit is een goed moment om bijvoorbeeld zwanger te worden of een nieuw project op te starten. Dat ga je ook doen. Dat ga je ook doen, maar eerst moet er even iets schoongemaakt. Je geest is zwanger van vele prachtige nieuwe ideeën, maar ze kunnen er niet uit. Wat ik al zei. Je hebt, even kijken, je hebt de Midas touch en alles verandert nu in goud. Er is goed nieuws betreffende zwangerschap of adoptie. Neem dat mee, hè, in de dagvibe. Kan heel goed zijn dat er hier, ik opvoeding... Ik vond haar er ook op de kaart. Lijkt het net alsof hier een vrouw zit die in verwachting is. En er is een ooievaar. Er is hier iets met vruchtbaarheid. Maar het is ook vruchtbaarheid voor een nieuwe fase. Na de opluchting. Na de onthulling. Maak je geen zorgen. Voel je niet schuldig en geniet. Nu is het een goed moment om nieuwe projecten op te starten. Heeft te maken met dat bureau. Er is hier een teken dat uiteindelijk weer de focus op het werk kan leggen. Het is werkelijk, werkelijk een prachtige dagvibe. Het wordt beter. Heb geduld. Succes.